Op Goede Vrijdag herdenkt het christendom de kruisiging en dood van Jezus Christus. Binnen de volle evangelie wordt er niet van uitgegaan dat Jezus Christus op een vrijdag is gestorven. Bisschop Steve Meijer van de nieuwe generatie gemeente Godsbazuin onderbouwt op basis van het woord van de schepper dat het op een woensdag moet zijn gebeurd. Echter moet er niet zozeer aandacht daarop worden gevestigd. Want wat belangrijk is, is dat Jezus Christus gestorven is voor onze zonde. De dag is voor ons niet zo belangrijk. Wij geloven dat het moet zijn gebeurd, dus dan op een woensdagmiddag na zonsondergang. Maar nogmaals, want wanneer je dus dat optelt, dan kom je op zaterdagmiddag, de Shabbat, de zevende dag. En dat hij bij zonsondergang op de zevende dag is opgestaan uit het graf. Maar ze hebben pas ontdekt dat hij opgestaan was uit het graf zondagmorgen vroeg. Dat zegt de Bijbel, de eerste dag van de week. En dat is de zondag. Dus, en toen heeft Maria dat ontdekt, dat graf leeg was. En die engel die daar zat, heeft gezegd, Yeshua is hier niet meer, want hij is opgestaan. Dus vandaar dus dat bij ons eigenlijk van het volle evangelie de dag niet zoveel speelt. Bisschop Meijer zegt dat Pasen aangeeft dat God de mens zo lief heeft gehad dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven voor ons om te sterven in onze plaats. Pasen is daarom heel erg belangrijk, want zonder de dood van Jezus zou de mens nooit gered kunnen worden van de zonde. Dus voor ons van het volle evangelie is het zeer belangrijk, omdat ook wij geen dode God dienen. Of een God gemaakt uit een pop of een beeld. Wij dienen een levende God. Waarom een levende God? Omdat hij na 3 dagen dood te zijn geweest, in het dodenrijk is gegaan. Is hij opgestaan uit de dood, heeft de dood en het dodenrijk overwonnen. En vandaar dat wij vandaag, als wij Yeshua aannemen in ons hart als onze persoonlijke redder en verlosser, kunnen wij voor eeuwig leven met hem. En daarom zegt de Bijbel, dat is mijn lievelingstekst, want al zo lief heeft God de wereld gehad, jij en ik, dat hij zijn enige geboren zoon Yeshua gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, doch eeuwig leven hebben. Met andere woorden, wij kunnen dat eeuwig leven hebben, omdat de persoon die de dood heeft overwonnen en het dodenrijk heeft overwonnen, in ons komt wonen. Bisschop Meijer benadrukt dat het feit dat Jezus aan het kruis is gestorven voor de mens een geweldige demonstratie is van de onvoorwaardelijke liefde van God voor de mensheid. Dat is belangrijk voor ons. Daarom vieren we Pasen als een feest, besluit Meijer.